Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag hebben jullie weer een live commentary. En vandaag is het op Aftermath. En op zich wel grappig, want gisteren vroeg ik aan jullie van welke map je het meest haatte. En Aftermath kwam echt enorm veel naar voren. Dus hier is hij dan. Maar ja, ik vind hem zelf ook niet echt fantastisch. Maar heel erg valt ook wel weer mee. Ik vind Plaza erger. Maar in ieder geval, vandaag heb ik een resurrection op mijn kanaal. En wat ik daarmee bedoel is, ik breng een oude serie weer tot leven. En deze serie heet The Garbage Collector. En die serie had ik heel lang geleden op Modern Warfare 3. Dus mocht jij bij mij geabonneerd zijn sinds Black Ops, dan zul je hem waarschijnlijk nog niet kennen. En ik ren er toch gewoon op af. Ik ben gewoon niet bang. Ik ren er gewoon op af. Dat had ik niet verwacht dat er eentje was. Oh shit boy. Oh crap. Zal ik B-cap of niet? Oei, zag ik me lopen of niet? Come on. Die hebben. He's gone. En ik wil even. Nee, waarom drop ik hem? Ja, ik ben fucked. Ja, dat zat eraan te komen. Hij dropt geen wapen, ik kan niks oppakken, ik moet laden. Maar in ieder geval, voor de mensen die de Garbage Collector niet kennen, de Garbage Collector is een serie waarbij je na elke kill een ander wapen moet pakken. En meestal dus de wapens van de enemy die jij killt. Dat hoeft niet per se, maar dat is meestal wel het geval. Als je iemand killt, je moet hun wapen pakken en je rent verder. Dus ja, op zich, ik vond het altijd een leuke serie. Het was een originele serie. Niemand had het en ja, daarom volgens mij wel een paar mensen die mij toen gevraagd hadden of dat ze die serie ook mochten doen. Ja, dat mag voor mij best. Dus ja, in ieder geval, ik vind het een leuke serie. Maar ik was ermee gestopt, ja, Black Ops 2 kwam uit. Toen wou ik echt serieus gaan spelen, weet je wel. Bij Modern Warfare was het zo, op den duur is het niet leuk, dus dan ga je gekke dingen verzinnen. En dat was bij mij dus deze serie. Maar ja, als je dan een nieuwe game start, dan wil je wel serieus spelen. Je wil hoge KD's halen, die crap. En daarom was ik eigenlijk mee gestopt. En wacht, ik kan niet eens doodvallen. Ik heb allemaal 6 verschillende perks, dus ik kan niet doodvallen. Ik heb lightweight. Dus dat kan niet. En nice. En P7. Ik hoop wel dat ik heel veel verschillende wapens krijg. Want ja, dat is het leukste. Light machine guns, shotguns. Ik wil die MZ20. Die had ik nog niet. En ik wil dat kijken. Select en zo. Ik weet niet waarom, maar ik vertrouw deze mensen niet. Ik denk constant dat ze achter me staan en dat klopt. Dat klopt inderdaad. Dat klopt inderdaad. Hier, kijk dan toch toevallig. Oh, jij kan fucking goed aimen. Zag je die aim? Spot on. Of niet? Hij kon niet aimen. Dat vind ik zo hatelijk, jongen. Ik word zo fucking hip-fight. Zelf doe je het ook wel eens ooit. Maar het is gewoon kut als het bij jou gebeurt. Het ziet er echt uit als je gewoon gekild bent door de eerste klas noob. Die dan eerst kan aimen. Een pistooltje. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Een pistooltje. Come on. Dat is dus hetgene wat ik wil hebben. Light machine gun, shotgun, pistooltjes, allemaal shit, snipers. Maakt me niet uit. Liefst nog gekke sniper, ACOG of zo, en ik moet niezen. Sorry. Waarschijnlijk al jullie oren nou helemaal gepopt. Oké, daar zat iemand. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik vertrouw mijn rug niet, want dat ze daar is hun vlag, weet je. Dat is fucking irritant. Maar mijn team is spannen daar, dus. Waarheen? Waar moet ik heen? Oké, ik op B. Ik wil geen B, ik ben te laat voor B. Zat er nog een. Ah, ik had hem, yes! Maar ik werd genaaid door een ander kid. Die zat op zijn rug, man. Oh, zag mij vliegen. Dikke ninja. Ik vind het zo irritant, man. Mensen altijd hand in hand lopen. Dat vind ik zo fucking dom, jongen. Ze zitten wel tegen elkaar aan te rijden. Oeh, ja, zo. En ik ben dood. Ik weet niet waar die team met heen liep. Oh, hij kwam uit het gebouw. Langs mij. Want mijn teammate liep die kant op. Dus ik denk, ja, als hij die enemy niet gezien heeft, dan snap ik ook niks van. Maar die enemy kwam uit dat hok. En waar probeer ik nou heen? Ik probeer hierheen. Die enemy kwam uit dat hok. Dus die hangt hier een beetje rond te campen, denk ik. Ik weet niet zeker, maar die kans is er. Dan gaan we even opzoeken welk hoekje hij kan zitten. En nee, jammer. Ik denk, misschien heeft die carepacks hier gedropt of zo. Maar nep. Het mag niet baten. Ik sta wel slecht. 4 deaths al. In de eerste ronde. We hebben nog een minuut. En ik wil niet nog een keer dood. Pakken dit ding. Dan hebben we ook. Wat heb jij? Jij dropt niks. En dan ben ik fucked. Niet fucked. Ik heb een sniper. En ik ga dood door een Hellstorm missile. Wow, dat heb tijd binnen. Daar, ik zag hem aankomen. Ik naar binnen. En het heeft gewerkt. Oké, nou hebben we een probleem. Nou moet ik dus sniven. Nou moet ik een wapenje te vinden. Of wegrennen voor de laatste 30 seconden. Ik weet niet waar die enemy is. Ik weet het niet. Zal hij me zien? Hij zal me niet zien. Even kijken op die vehicle, Divi. Oké, ik ga erachteraan. Oké, Dennis, je faalt nu officieel.
Ja, dat was zo slecht. Die ene knife. Nee, ik moet hem. Nee. Wacht, ik had een sniper. Hij had een sniper. Ik heb helemaal een sniper. Nee. Yes! Oh, ik had bijna mijn streaks. Ik denk, nee, ik blijf liggen. Hij rende op mij af, hij had het ook door. 13-4, oké, dat is niet goed, maar wauw, check die spawn. Ik spawn hier, oh, kijk, is een enemy. Best wel erg. Hij had er wel snel dood, volgens mij. Want hij schoot daarna alles gewoon mis. Netjes. Maar ik denk, ik zit zo dicht bij die streak, jongen. Ik blijf gewoon liggen. Dat is best wel erg. Maar oké. Dus... ik sta wel tweede van mijn team en ik speel niet serieus. En... ik hoop... nee, jammer. Ik hoop dat het team met die blijft staan. Nee, ik had hem hier moeten gooien. Oh, nee, lukt. Schrappig, als je team met skill met zijn care package. Alsjeblieft, geef me geen count UV. Alles behalve count UV. Yeah! Yeah! Oké, dat is beter werk. Zal ik gewoon even verder gaan of zal ik hem inkallen? Want ik kan die andere streaks ook wel even halen. Want heel veel punten krijg je daar niet van, denk ik, van zo'n Dragonfire. Ik kan beter even proberen die andere streaks te halen. Het is hier een beetje lonely en daar zat gewoon een enemy, hè. Ik dacht hem ook te zien. En toen schoot die teammate hem af met sniper, maar ik dacht hem zuiver ook te zien. Ja, man. Oké, die handen. Niet als je mist, maar ik mis geen twee keer. En ja, daar lag een sniper, maar ik kan hem niet oppakken. Want ik heb zelf ook sniper ofzo. Nee, trouwens, ik kon hem net wel oppakken, dus ik weet niet wat dat voor random shit is dan. Waarom ik daar drop? Vraag me niet, ik weet het niet. Ah, op zijn minst één kill. Oké. Okay. Ik wil iets. Ja, MZFC. En wat heb jij? Jij hebt een M27. En waar gaan we die sentry neerflikkeren? Daar. Come on. Nee, hij loopt er rond. Wauw, zo stom. Dennis, stomste plek sentry gun. Ze kunnen omheen lopen. Ik zweer het, ze kunnen er omheen lopen als het goed is. Of niet? Of hij is gewoon stom. Ja, ze kunnen omheen lopen. Was ik er bang voor. Moet ik even oppassen wat ik die sentry nou neerzet. Ik ga even weg, want er zijn allemaal enemies om me heen. Oh shit. Juist. We gaan helemaal gek en mijn sentry gun is destroyed. Er zit een enemy achter mij, denk ik. Ik ga rennen voor mijn leven. Want ik wil niet dood. En we gaan hem heen. We gaan eens even een eindje vliegen. Ik heb dit ding nooit ja, ik heb hem ooit gebruikt in het begin, maar daarna ook nooit meer. Dus, volgens mij mag ik niet al te hoog vliegen dat ik ooit gemerkt heb. Ik wil hem dood hebben, gewoon omdat hij daar staat. Hem ook dood hebben, gewoon omdat hij een klootzak is. Hem ook omdat, ja, enemy is, simpel zat hoor. Nee, zeg niet dat ik gekillt word. Zeg niet dat ik gekillt word. Zeg niet dat ik gekillt word, dan wel mijn ding, maar niet ik zelf. Gelukkig, je schoot op dit ding. Ik denk al, no, yes, ik heb care package. Wat zou ik daar ook krijgen? Een swarm. Dennis, je schiet fucking scheet. Oké, okay, we gaan 29 om fucking 5. We're going ham en ik ben down. I'm still in the game. En ze staan bij C. En dan denk ik dat ze hierbij rennen. I guess not. En dan zie je. Ook niet. Alternatief. Dan gaan we onze eigen route pakken. Ze zit hier achter in de map verstopt. En die hebben we ook. Blijf van mijn teammates af, jongen. Daar loopt de enemy. Ik kan zo ver niet schieten met de dingen. Het is een machine gun. Op zich schiet deze nog redelijk goed ook, maar... Juist. Juist. Zo willen we dat zien. En niet anders niet. Ik weet niet waar die enemies heen rennen. Alsjeblieft zeg dat ik een multi krijg. Ik krijg helemaal niks. Oh yeah, één keer. Woo! Daar staat een enemy. Wait for it. Nee, niet over die vlag. Dennis, waarom loop je op die vlag heen? Wacht, ik had volgens mij al een keer met dat ding, of niet? Nou, twijfel ik. Nou, daar kan ik dan ook niks mee doen. Ik ga nou al die snipe pakken. En zeg als je... oh, wacht, ik kan ook die vlag mee pakken. See, hè? Wacht op mij. Ja, je hebt netjes gewacht. We hebben ook nog dit ding. Oh, haha, sentry. Lol. Oké, ik weet niet of dit de meest logische, handige map is voor een sentry gun, maar... oké, enemy, ik zag je daar. Ik zeg niks, mijn sentry gaat lekker. Of niet?
Nee, ik hoorde een kill. Ik hoorde een kill met de smart te krijgen. Dat was niet eerlijk. Dat was niet eerlijk. Oké, okay, we staan tenminste niet slecht. 35-6 met deze serie. En ik zeg het, je probeert hem zelf. Soms gaat het goed, soms gaat het natuurlijk slecht. Dat heb je altijd. Maar over het algemeen is het niet heel makkelijk. We pakken hier. En ik heb nog een Sandrigan. Maar ja, waar moet ik met die Sandrigan aan? Ik zet hem daar wel neer. Nee. Hij heeft zoveel geluk in die man. Hier ligt er op de grond. Dat is een lijk. En ik ga dood. Ja, dat zat aan te komen. Omdat we verkeerd mijn target vinden. Gelukkig niet. Gelukkig geen target vinden. Ja, dat zat aan te komen. Ik kan niet door moeten lopen. Nou ja, 36-7. De score is voor de Garbage Collector heel goed. Of ja, heel goed. Nee, heel goed niet. Maar ja, redelijk. En moet je kijken hoe ik dood ga. Oh, weet je wat? Ik kan niet schieten. Ik pak een light machine gun. Dan schiet ik gewoon 50 kogels mis. Dan zullen er hen 3 raak zijn. En ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. In ieder geval, we hebben verloren met ons team. Ja. Goh. Boeien. Dat interesseert me even niet. Met deze serie maakt het niet uit. Als ik League Play speel, speel ik 100% objective. Public match met series? Nope. Not so much. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En hopelijk gewoon echt een stuk of 500 of zo, weet je. Gewoon om te zien dat jullie graag deze serie terugzien. En ik heb 1 video die heeft bijna 700 likes. Dus jullie kunnen het. Jullie kunnen het en dat is echt fantastisch. Als daar hier gewoon 500 op zou kunnen, dan zou ik echt enorm blij zijn. En ja, ik hoor het wel of jullie meer van deze serie willen zien. Ik zie jullie de volgende keer weer en houden we.